Ja, de hype van deze zomer vond echt hier plaats, hier in Kijkduin. Dat was de hoofdstad van de Pokémons namelijk. Het stikte hier van de Pokémon-jagers. En ja, ik heb mijn oude Pokémon-app weer even geïnstalleerd. En als je kijkt, ze zitten er nog steeds. Maar eerst gaan we gewoon even een Pokémon zoeken. Ja, toch? Want dat is eigenlijk waar heel Nederland zich op dit moment mee bezighoudt. Goed, je bent net op vakantie geweest, hè? Maar hoeveel Pokémons heb je daar gevangen? Nou, helemaal niks. Nee? Heerlijk rustig. Nou, volgens mij ben je onderhand een uitzondering, hè? Want het loopt echt een beetje uit de hand inmiddels. Bijvoorbeeld dit weekend in Kijkduin. Wat is dat, jongens? Ja, dit zijn dus echt honderden, nee, duizenden Pokémon-jagers die rennen van hot naar her om Pokémon te vangen. Pokémon-jagers, ja, die lijken wel een beetje verdwenen, maar als je goed kijkt, dan vind je er nog een paar. Ben je Pokémon aan het doen? Ja. Ja? Ik ben Pokémon aan het doen. Nog steeds, want het was echt deze zomer de hype, maar je bent nog steeds een hardcore Pokémonner? Ja, ik ben nog steeds hardcore. Ja? Ja. Waarom? Dat is leuk, dus je bent buiten en ik heb ook veel plezier met meerdere mensen. Ik kan je ook meer contact ook. Ja, maar deze zomer, hè, dan zag ik die zwart van de mensen. Ja, iedereen zat hier. Ja. En nou ben je hier in je eentje onderhand. Nou, niet in mijn eentje. Bijna dan, hè? Er zijn daar nog collega's. Als het goed is, komt volgend jaar weer nieuwe Pokémons. En daar zijn we nu voor sparen, voor Pokémon-punten. Oh, je bent nou even eentje aan het vangen zelfs? Ja. Oh, je bent het heel professioneel aan het doen. Hoppakee. Kijk, er zitten een heleboel soorten. Maar heb je ze op niet op een gegeven moment dat je het wel gezien hebt en dat je ze allemaal hebt? Nou, dat is wel zo. Ik heb een heleboel, maar nog niet allemaal. Dit is dus Kijkduin. Dat was deze zomer, zag het die zwart van de mensen die Pokémon aan het spelen waren. En nou zijn alleen jullie nog over. Nou ja. We blijven doorgaan. Ja? Ja, tuurlijk. Waarom, waarom niet? Nou ja, het heeft toch nog steeds zijn voordelen. Je valt af, je blijft lopen. Ja, je blijft nog steeds zoeken naar de Pokémons die je niet hebt. En ja, ik vind nog steeds een leuk spel. En ik blijf nog steeds nieuwsgierig naar de nieuwe updates. Dus ik doe het gewoon. Ja, maar het was ook wel echt de hype van dit jaar, hè? Nou, iedereen deed het. Ja, maar het is jammer dat het een beetje minder wordt. Maar ja, wat ik al zeg, ik ben een vervent Pokémon-meester wil ik worden. Dus waarom niet, hè? Heb je ze allemaal al of niet? Nee, nog niet allemaal. Ik ben wel aardig op weg, maar ik moet nog een heleboel zien te vinden. Alleen ja, nu het wat kouder wordt, gaan mensen niet zo vaak meer naar buiten. Ik snap het wel een beetje, hoor, wat, dat het een beetje koud is. Komt er voorbij? Oh, die heb ik net al gevangen. Dus kijk ik eventjes wat er in de buurt is, hoor. Want kijk, het gaat gewoon door, hè? Het gaat gewoon door, ja. Het is deels verslavend, maar het is een goede verslaving. En je moet wel opletten waar je loopt, natuurlijk. Ja. En ook sowieso. Je omgeving in de gaten houden. Niet zomaar oversteken. Hebben jullie het wel eens gehad? Dat je echt ergens zo verdiept in je Pokémon? Nee. Nee, nog geen ongelukken gehad? Nee, wel gezien dat mensen dat kregen? Nee, ik nog niet. Nee. Ik heb wel iemand gezien met de auto rijden. Ja? Onder het auto rijden? Onder het auto rijden, die zat zo. Ja? Ik zat, die zat heb ik ook wel eens gedaan onder het auto rijden. Dat mag niet. Hè? Nee, dat mag niet. Eén keer. Niet. Ik zag een hele zeldzame. Dus, ja, maar dat doe ik alleen als ik bijrijder ben. Dat doe ik ook als bijrijder. Niet als ik aan het rijden ben zelf. Dan doe ik het niet. Dan heb ik hem uitstaan. Lekker aan het Pokémon, hè? Ja. Ja? Sowieso. Je bent een van de laatste hier zo te zien, hè? Vat ik wel mee. Nou ja, maar in de zomer zal ik maar zeggen, het zomer, was echt de hype van het jaar, was het, hè, Pokémon. Zag wel. Het in zwart van de mensen? Ja, nu niet. Nee. Maar het is wel een beetje kouder, hè? Ja, het is afzien om Pokémon te vangen. Nou wel. Ja. Waarom ben jij het nou wel blijven doen? Dat ik het leuk vind. Ja, ik blijf wel voor oma. Ja. Wat is er zo leuk aan dan? Dat weet ik niet, gewoon een beetje buiten zijn, gewoon je ding doen. Is het ook een soort verslaving dat je ja, best wel. Ja? Wat is er dan zo verslavend? Ja, dat weet ik ook niet. Wist ik dan maar. Ja. En kom je dan ook speciaal, ik weet niet waar je vandaan komt? Ik kom ergens uit Den Bosch. Uit Den Bosch? Nou, ik kom uit Schijndel, dat is in de buurt daar. Oh, in Geemond kom ik vandaan. Oké, nou, Geemond is helemaal naast Schijndel. Maar en dan kom je helemaal naar Kijkduin? Nee, ik moest in Den Haag zijn. En toevallig zijn mijn vader en mijn moeder van, oh, langs Kijkduin? Ja, goed. Ja. Oh, en dan maak je dus even een ommetje om even hier eventjes, want scheelt het echt veel? Is dit nog steeds de Pokémon hoofdstad van Nederland? Ja, je ziet wel meer Pokémon's als in Geemond. Ja? Maar Geemond is niet zo groot, dus daar. Misschien scheelt dat. Nou ja, goed, ik wens je nog veel succes. Ja. En vol blijven houden, hè? Ja, ook ondanks de kou. Ja, komt goed.
Hey. Doei. Aardig.